De regering werkt eraan om in de loop van deze week de gewijzigde energietarieven bekend te maken. Het vorige tariefenstelsel, welke vorige maand was gepresenteerd, is flink onder vuur genomen in de Nationale Assemblée en andere belanghebbende organisaties. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen wijst erop dat er sowieso een verhoging komt op de huidige tarieven. De verandering met de in juni aangekondigde tarieven is dat zij verlaagd zullen worden. En wij hebben ook heel veel ruimte ingebouwd in het model om klanten die willen bezuinigen ook de nodige incentives daartoe te geven door hen bijvoorbeeld in aanmerking te doen komen van een lager verbruikstarief. Hoe dat allemaal mogelijk gemaakt zal worden, dat presenteren we gelijk na de definitieve besluitvorming ter zake. En wij denken dat dat ergens tegen het einde van de komende week zal zijn. We weten dat het een delicate kwestie is. We weten dat regeringen liever niet meewerken aan verhoging van energietarieven. Het maakt je immers impopulair. Ja, het kost je stemmen. En we weten dat dit ons impopulair maakt. Maar ik weet, ja, ik benadruk, ik weet dat wij hiermee op middellang tot lang termijn de energievoorzieningssector verduurzamen. En dat doen wij zodat ook u gegarandeerd kan blijven van stroom in uw huiskamer. Minister David Abiyamofo wijst erop dat de verlaging van de energietarieven geen consensusvoorstel is. Er bestaat een misvatting over het voorstel in de samenleving. Ik wil die misvatting uit de wereld helpen. Het is een illusie om ervan uit te gaan dat we alles en iedereen zover zullen krijgen om de nieuwe tarieven te ondersteunen. Maar wat wij wel doen, is dat wij zoveel als mogelijk de uitgangspunten van de verschillende belanghebbenden waarmee we praten, meenemen in het model. We houden heel veel rekening met hun uitgangspunten. En waar nodig, en ik moet u aangeven, dat is in heel veel gevallen wel gelukt, dat wij hun uitgangspunten hebben kunnen meenemen in het model dat wij thans aan het afronden zijn. Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen.